die is heel, stel, de mond is je hoort en je ziet vrijwel tekend. Niets. Hoe zou een museumbezoek dan gaan? Van eigenlijk zo de tanden op elkaar bijten. Nou, dat gaat dan zo. En haar neusje? De neus die steekt enorm, steekt meer dan normaal uit. De organisatie Visio maakt zich hard voor mensen met een visuele beperking. Zij leren vrijwilligers van het museum Beelden aan Zee hoe ze mensen die slechtziend en slechthorend zijn kunnen rondleiden. Ze kunnen mogen voelen. Dus de mensen die nog een beetje restvisus hebben kunnen dan nog een beetje zien hoe het eruit ziet. Maar de meeste mensen die mogen dus nu de beelden aftasten om te voelen wat ze zien. En de vrijwilligers van Beelden aan Zee die vertellen dan en helpen hen bij het voelen om de uitleg van het beeld goed in beeld te krijgen en te voelen. Want ze voelen het ook. Mevrouw Krijger geniet zichtbaar van het museumbezoek, terwijl ze vrijwel niets ziet en zeer slecht hoort. Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets meegemaakt, dat iemand zo uitvoerig alles laat voelen. En probeert erachter te komen of ik wat ik begrijp, wat eigenlijk het beeld betekent. Volgens Visio is het belangrijk dat mensen zich inzetten voor kwetsbare groepen, zoals deze visueel beperkte ouderen. Deze mensen raken in een enorm isolement. Dus in een groep hoor je niks. Deze mensen worden ook uitgesloten vaak. Er moet veel meer aandacht aan komen, veel meer mogelijkheden omdat deze mensen ook uit hun isolement komen. En daar is deze ochtend echt geweldig voor dat de vrijwilligers van Beelden aan Zee met onze oudere doofblinde mens hier het geduld opbrengen om alle beelden uit te leggen en te laten voelen. En mensen een heerlijke ochtend te beleven. We zien mensen veranderen. Het is niet niks om zo weinig te zien. Maar het doet je heel goed als iemand daar de moeite voor neemt. En ja, dat mensen proberen te begrijpen wat het is. De vrijwilligers van Beelden aan Zee willen ook in de toekomst ouderen met de visuele beperking rondleiden. De vrijwilligers zijn dus nu geïnstrueerd hoe om te gaan. Dan kunnen de mensen bellen en dan zouden ze hier naartoe kunnen komen. En dan is er een vrijwilliger voor hun die met hun naar het museum in kan. En zo raakt de doofblinde mens toch uit hun isolement.